Ja man, best voetballer van de wereld. Messi, jong, kijk. Nee, Ronaldo. Ja. Ga weg man, met je Ronaldo. Yo, je kijkt naar een nieuwe minigame aflevering met dit keer Mohamed Tabouni en Suleiman Alouche. Suleiman, Mohamed. Wat is dit nou? Gaan jullie nou gewoon beginnen? Je begint toch ook niet met de wedstrijd als de scheidsrechter niet gefloten heeft? Vals spelen moet zo zijn. Ik wou net zeggen, nou in dat geval vals spelen. Gele kaart voor Mootje. We beginnen met een warming-up. Heel simpel, je gaat van de ene kant naar de andere kant. En ondertussen ga ik wat dilemma's en vragen op jullie afvuren. Zo, de allereerste. Netflix of YouTube? Netflix. Oké, nog een favoriete serie? Prison Break. Food or fashion? Terugmol. Voor mij fashion. Voor jou fashion en voor jou Suleiman? Eten. Wat voor eten vind je lekker? Waarmee kunnen mensen jou in de nacht wakker maken met wat voor gerecht? Geen topsporter. ik zou het niet weten. Je zou het niet eten? Jij bent al klaar, lekker Mootje. En Suleiman? Kijk, ik speel niet vast. Ik ben gewoon een... Ik heb ook niet vast gespeeld. Ik ben een perfectionist. Ik zou zeggen rondom lekker af. Hoe is het met de zenuwen? Nog niet echt zenuwen gekregen, maar het is beginnen wel te komen. Ja. Ja, een van de hoogste scores die tot nu toe gehaald is bij het spel Wie ben ik is 28 punten. Ga je dat verbreken, Suleiman? Dat gaan we proberen, hè, Mo. Dat gaat dus lukken, denk ik wel. Hebben we nog een bepaalde tactiek hiervoor? Ik denk gewoon goed opletten, goed naar elkaar kijken en communicatie moet goed zijn altijd. Laat me dat snel zien, bro. Hij had gewoon van Badrari met boksen, kickboksen. Rico. Ja, juist, lekker. Hoppatee, dat is de eerste. Ik doe sneller, bro. Speelt bij Liverpool ook bij ons. Kiana. Ja. Kijk, hoppatee, leg maar. Bro, sneller. Pas, man, ik weet niet wie dit is. Laat me zien. Hey, pas. Speelt bij Barca, middenveld. Hij heeft een beetje zulke haar, zeg maar zo. Rakitic. Ja. Juist, netjes hoor. Training van Nederlands elftal. Eerst. Koeman. Ja, juist. Oeh, deze was heftig. Ik weet niet wie dit is. Ja. Van Simpson, toch? Ja. Ja, wie dan? Ik ken zijn naam niet. Bart. Ja, toch? Ja, echt gewoon het. Ja, man, hoe moet ik dit uitleggen? Hij heeft masker, zeg maar. Hij rood, masker. Die film toch, van die film. La Casa. Nee. Je weet toch met die Tori dat hij het zo doet, zo. Oeh? Aguero of zo? Nee, toch? Die films. Oh, Spider-Man. Ja, yes. Yes. Lekker. Wat een goede beschrijving dit. Ja, het beste voetbal aller tijden. Nederlands elftal groot. Hij is nu overleden. De Cruyff. Yes. Ja, man. Beste voetballer van de wereld. Messi, jong. Nee. Ronaldo. Yes. Ga weg, man. Met je Ronaldo. Ja, man. Hij speelt bij PSG, bij Ajax. Ook even in Amerika. Nederlands elftal. 5, 4, 3, 2... Zeg dan, broer. 1. Ja, man. Van der Wiel, bro. Wie? Wat vinden jullie van de eerste helft? Moet ik eerlijk zeggen, van het wel goed gaan. Goeie. Hij kon wel een beetje sneller soms met het trekken. Ja. Maar voor de rest vond ik het wel goed gaan. Flex. Ja, je hebt de naam al gezegd. Hup, weg ermee. Nee, Ronnie is de naam toch? Niet Flex. Hij is heel groot. Spits. Topspits van PSG. Barca, Inter. Ja. Barca, PSG. Hey, volgende. Nee, broer. De grootste Argentijn ooit. Messi, Maradona. Ja, is lekker, heel goed. Hij speelt altijd met een bril. Peter Tsjech. Nee. David. Ja, is heel goed. Oké, jongens. Trainer van Nederland onder 18. Peter van der Veen. Ja. Heel goed. Leo Kleins ex. Monica Geuze. Ja. Juist. Piratenfilm. Pirates of the Caribbean. En hoe heet die acteur? Ik weet het echt niet. Jack Sparrow. Juist, lekker. Oh, ik ben trots op deze man. Heel goed, lekker. Grote Argentijn. Beste speler ooit. Messi. Ja. PSG, Barça. PSG, Barça. Niks buiten. Neymar. Die Suleiman, jongen, die is wel efficiënt. Hey, wat gaan we goed, man? Wat gaan we goed? Grote, heb Ballon d'Or gewonnen. Laatste Ballon d'Or. Modric. En de tijd. Nog de laatste, snel. Had je die laatste nou? Ja, die hadden we. Ik zei Ballon d'Or, hij zei Modric. Hey jongens, de eerste reactie. Ik denk wel prima, toch? Zullen we gaan tellen hoeveel punten we hebben? 21, 22, 23, 24. 24 punten voor Mohamed en Suleiman. Onwijs bedankt voor het meedoen en voor jullie inzet. En wat jullie hebben neergezet is heel mooi. Daar mogen jullie trots op zijn. En nou, graag tot de volgende keer. Zeker weten. Hoe vond jij dat Suleiman en Mohamed het hebben gedaan? Laat het weten in de reacties. Geef een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer op Ons Oranje voor meer video's. Die allemaal in het teken staan van Oranje.
Die is wel heel knap, maar wie is dit? Recht, die is wel heel knap, maar... Zag je hem blozen?